Ik ben hier met DNA-lid Harriet Ramdien. Ik ben zo blij om u te zien. In levende leven. En dat het goed met u gaat, niet aan de beademing. Ja. We waren thuis allemaal zo emotioneel geworden toen we het hoorden dat u met spoed naar de stad moest komen. Ja. Kunt u ons vertellen, wat is gebeurd? Dus weet u wat, ik kan me even niet herinneren welke dag het was. Ik moet nog alles bij. Dat is niet belangrijk. Maar ik ben mijn spuitje gaan halen. Mm-hmm. Ik ga daar in de ochtend, ze checken alles van mij, zoals ze spuitje me aan mensen geven. En ze geven me een spuitje. Mm-hmm. Ik ga mooi van daar weg. Ik ga werken op het veld. Er is waterprobleem, overlast in die keel en zo. Ik ben tot 2 uur in de ochtend gebleven. Maar wanneer ik terugreed naar huis, dan lijkt alsof mijn ademhaling me een beetje problemen geeft. Maar ik let niet erop. Ik ga naar huis, ik baad, ik ga liggen. Maar in de avond begint mijn ademhaling me problemen te geven. Ik begin koortsig te worden. Ik dacht, man, mensen zeggen als je een spuitje gehad hebt, de eerste dag voel je een beetje warm. Dus ik let niet erop. Maar de volgende dag kan ik mijn ademhaling bijna niet. Het kon bijna niet meer. Dan, ik bel vanuit mijn bed naar mijn huisarts. Mijn huisarts is dokter Sibilo. En hij zegt me, laat iemand je helpen in je auto. Je moet in je auto liggen. Ik kom buiten. Ik ga zorgen dat naar jou gekeken wordt. Dat je geswapt wordt. Maar ik ga de kracht niet meer. Ik ga de kracht niet meer om op te staan. En in mijn auto te zitten. Ik zeg tegen de dokter. Dokter, geef me nog 1 uur toch. Geef me nog 2 uur toch. Dokter, laat me wat zelf krijgen. Dan kom ik. Hij zei, nee, je moet komen. Ik zei, dokter, ik ga niet kunnen. Ik lig. Na 2 uur zien mijn kinderen mijn ademhaling. Zeggen ze, nee, mama. Ze brengen me gelijk naar SIH van MMC, ziekenhuis Nikeri. Als ik daar aankom, testen ze sneltest. Nee, ik heb COVID. En ik moet gelijk aan zuurstof. Maar 1 dag, 2 dagen. Ik ga achteruit. Ik merk, zus. Ik ga achteruit. Ik ga niet vooruit. Ik merk. En dan brengen ze me in ICU van MMC. Maar daar heb je knappe jongens. Jongens die heel veel ervaring hebben. En ze zien dat mijn situatie niet goed is. Maar zij zeggen, nee, het gaat niet zo. Ik moet weg, anders haal ik niet. Maar nu begint het probleem. Ik kan niet meer zonder zuurstof. Ik moet zuurstof hebben. Ik kan niet ademen zonder zuurstof. Ik kan niet meer. Ik kan zelf als mens niet meer. En zoveel zuurstof was er niet. Om mij vandaar naar iets langs te brengen. Hebben de broeders, de directie, de familie, iedereen. En ze hebben zuurstof gezocht. 6. Ik weet het niet, 6. Ik kan me niet vanaf dat moment dat ik in ambulance ben, herinner ik me niet. Ik weet het niet. Maar ik weet dat ik constant zuurstof had. En ik kom hier, na 2 dagen hier, als ik mijn ogen openmaak, dan zie ik, ben er. En vandaag, ik denk, als ik me niet vergis, ben ik 16 juni gekomen. Ik moet alles nog checken. Ja. Vandaag hebben ze mijn zuurstof weggehaald. Mooi man. Dus 16 juni. Welke dag is vandaag? Is 29. Vandaag is 29. Of 30 zelf. Ik weet niet. Hebben zij mijn zuurstof vandaag weggehaald. En vandaag ben ik dan begonnen om zelf te ademen. Ik adem vanaf vandaag zelf. Ja.
Ja. Want kunt u zich nog wonderen, hebben ze u aan de beademing op de IC gezet? Ja, dus daar was ik, ik denk 4 dagen. Ja, en dan hebben ze me hier gebracht, alle dagen, tot vandaag. Vandaag hebben ze weggehaald. Dus ik denk, de dag dat ik ben gekomen, ik moet even kijken, ik denk dat het 16 juni was. Ja. Dus het is een mooie tijd al, 2 weken. Ja, een mooie 2 weken. Ja, hebben ze zuurstof gehaald. Maar hoe voelt u zich nu? Ik voel me beter. Ik voel me goed. Maar kunt u al uit bed? Ja, ik loop nu. Dit is mijn tweede dag, derde dag dat ik loop naar het toilet. Okay. Ja, het duurt lang. Maar ik kom aan. En ik kom terug. Okay. En vandaag ben ik ook gebaat. Maar je kan niet staan baden. En zitten. Zitten en baden. Okay. Maar ik zou mensen zeggen, ga vaccineren. Niet meer vaccineren. Ga vaccineren. Zeker. Weet u, ik ga u iets vertellen wat mij heel diep getroffen heeft. Dit bed waarop ik leef, voor mij was een jongen, 31 jaar. Goed uitziende jongen. Als je naar hem kijkt, zul je nooit denken dat die jongen ziek is. Flinke jongen. Praat alles en zo. Volgende dag is hij dood. Boy, hij was al goed, hij sprak gewoon. Alles, zus, alles. Alles, hij deed alles. Alles. 31. Hij ging lopen, 31 jaar. Mooie jongen. Jongen zeg je niet mooi, knappe jongen. Hij de volgende tijd, is hij dood? Ja. Mevrouw Harriet, ik wil u zo hartelijk bedanken. Ja. Ik ben zo blij om te zien dat het goed gaat. Het gaat goed met mij. Het gaat goed met mij. En ik ga je zeggen hoor, de mensen die hier werken, de verpleegkundigen, de artsen, allemaal geweldig hoor. Ze geven veel tijd aan je. De hele dag word je in de gaten gehouden. Je wordt gemeten. Vandaag is mijn dag dat ze mijn zuurstof weggehaald hebben. Dus ik voel me goed. Ik voel me goed. Mooi zo. Ik voel me goed. Het gaat goed met me. Goed zo. En ik kom eruit. Het gaat niet direct lukken. Nee, rustig opbouwen. Ja. Rustig opbouwen. Ik zie iemand komen hier voor de behandeling. Dus ik ga ook afsluiten. Ja. Er wordt heel goed gezorgd hier voor mevrouw Ramdien hoor ik. Voor iedereen. Mooi zo. Heel goed voor iedereen. Ja. Ja. Mevrouw Ramdien, hartelijk bedankt. Ja. Heel veel succes. We hebben je nodig in de DNA. Ja, ik kom terug. Oké, dan. Ik ga weer zeggen. Mensen moeten gaan vaccineren. Ik ga je zeggen, ik blijf het geloof hebben dat het vaccin wat ik genomen had, mij mede geholpen heeft. Okay. Hartelijk bedankt. Ja hoor. TNN, signing off. Be cool. Stay safe. Bye.